Dames en heren, medewerkers, laat mij aangeven dat ik een werkbezoek gebracht heb gisteren aan het ministerie van Volksgezondheid. En daarbij ben ik geïnformeerd geworden als president over de situatie rond COVID. En in één woord kan ik zeggen, het is zeer, zeer ernstig. En we zijn als regering bezorgd. We zijn als land bezorgd, we zijn als natie bezorgd, we zijn als samenleving bezorgd. Echter hebben we gezien dat die bezorgdheid niet overal aanwezig is in de samenleving. En wij zijn gestart met het beleid van het controleren, beheersen van de COVID-situatie en tegelijkertijd werken naar normalisatie, protocollen die ontwikkeld zouden worden met de diverse sectoren. De politie heeft haar maatregelen aangescherpt, maar dan nog zien we dat men zich niet houdt aan de maatregelen. En daarom zijn we vandaag in de Raad van Ministers bijeengekomen om over de maatregelen te praten die we gaan aanscherpen als regering. Op woensdag 19 augustus hield de regering een persconferentie met betrekking tot de ontwikkelingen rond de COVID-19-pandemie. De regering kondigde enkele maatregelen aan om de geconstateerde, verergerde situatie aan te pakken. Uit de persconferentie was een tiental maatregelen te destilleren om verdere verspreiding van COVID-19 te stuiten. 1. Er zal nog meer informatie tot bewustwording gegeven worden hoe ons te gedragen. Handen regelmatig wassen met zeep en of handsanitizer. Mondkap opzetten, verplicht als u de straat opgaat. Blijf op 1,5 meter afstand van anderen. Op naleving van de avondklok dagelijks van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens zal strenger worden toegezien en bij constatering van overtreden sancties zoals boetes. Restaurants, warungs enzovoorts mogen open blijven, maar ter plaatse nuttigen is niet toegestaan. Slechts van de meeneemservice mag u gebruik maken. Meer dan 5 mensen mogen zich niet tegelijkertijd bevinden in restaurants of warungs en altijd mondkap op. Onder geen beding mogen zich meer dan 5 mensen tezamen bevinden op een plek. Arbeidsinspectie en de bestuursdienst zullen erop toezien dat dit wordt nageleefd zowel door werkgevers als door de werknemers en streng optreden tegen overtreders. Feesten zijn ronduit verboden. Het blijkt uit ervaring en documentatie dat besmettingen konden gebeuren door het aanwezig zijn van grote groepen mensen. De politie zal streng toezien op naleving en overtreders riskeren maatregelen. Huwelijken mogen natuurlijk voortgang vinden met inachtneming van de COVID-regels. Niet meer dan 5 mensen tegelijkertijd in 1 ruimte aanwezig, mondkap op en 1,5 meter afstand bewaren. Rouwvisite is eveneens onderhevig aan dezelfde regels. Na gecondoleerd te hebben, geeft u anderen de gelegenheid daartoe door te vertrekken, althans afstand te nemen. Handdruk of omhelzing is verboden en natuurlijk mondkap op te alle tijden. Casino's en sportscholen blijven gesloten. Openlegsport is toegestaan. Wandelen, joggen met mondkap op en afstand van 1,5 meter bewaren. Contactberoepen zoals fysiotherapeut, kapster, tandarts mogen open blijven, maar moeten zich streng houden aan de COVID-regels. Mondkap op, 1,5 meter afstand bewaren en handen wassen. De markten mogen open, maar de verkoper en de klant moeten 1,5 meter afstand in acht nemen. Ook hier zal de politie toezien op naleving en streng optreden bij niet naleven van de regels. Op vrijdag 21 augustus gaat er een totale lockdown in om 8 uur 's avonds, vrijdag dus, tot zondagmorgen 5 uur. Blijf thuis en help de verspreiding van COVID-19 stuiten.